Goedemorgen, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Een storing trok vannacht over het land en daarvan ligt de bewolking nu grotendeels boven Duitsland. Boven ons land zijn nog wel wat wolkenpartijen aanwezig, maar ook klaart het af en toe een keer op vanochtend. De temperatuur ligt daarbij tussen 7 en 9 graden. En de westen- tot noordwestenwind die is daarbij matig tot aan zeevrij krachtig. Vanmiddag blijven we een afwisseling houden van zon- en wolkenvelden. En met name in het noorden en oosten kan er misschien vanmiddag nog een enkel buitje vallen. De temperatuur loopt niet heel veel meer op en komt uit tussen waarden waarde tussen 8 en 10 graden. Vanavond is het overwegend droog, maar wel tamelijk bewolkt. De temperatuur die wil door de bewolking amper dalen. Het blijft ongeveer 7 graden. De wind die neemt wel iets in kracht af. Morgen blijven zon en wolken elkaar afwisselen. Het wordt opnieuw 8 tot 10 graden. En daarbij staat er in het binnenland een zwakke tot matige zuidenwind. En aan zee, matig of enkele keer vrij krachtig. De kans op wat neerslag is klein. Dinsdag lijkt dan een tamelijk bewolkte dag te worden. Met zo nu en dan wat lichte regen of motregen. En temperatuur rond 7 graden. Woensdag komt de zon er iets vaker bij en blijft het overwegend droog. Maar donderdag krijgen we mogelijk opnieuw te maken met een zwakke storing. En is dus het aan de frisse kant met 6 tot 8 graden. Mijn naam is Wilfred Jansen van weerplaza.nl